Goedenavond kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van Opinie. Visserij is een verzamelnaam voor alle menselijke activiteiten met als doel organismen uit het water te halen. Met organismen bedoelen we dan vis, weekdieren, schaaldieren, maar ook algen. De vangst van week- en schaaldieren is relatief kleiner dan de vangst van vis. Dat de visserij als bron van inkomsten aangemerkt kan worden, is een niet weg te denken sector. Onze kust bevat vele gewilde vissoorten met een hoge marktwaarde. Hoewel de vissector een hulpbron is, kan deze sector met een behoorlijk tekort aan traditioneel geconsumeerde vissoorten. Dit alles en nog meer in deze aflevering van Opinie. Mijn naam is Abigail Kemp. We hebben twee deskundigen vandaag in de studio die het een en ander over dit onderwerp duidelijk en kenbaar zullen maken. De gasten voor vanavond zijn Paul Lank, directeur CLNV. Lank is afgestudeerd in accountancy en draagt de titel Bachelor of Science in Accountancy. Verder is hij vader van 3 kinderen. Lank is reeds 22 jaar beoefenaar van de volleybalsport. Thans is hij de directeur van het bedrijf CLNV. Kijkers, Paul Lank. Suresh Algo, agronoom, biotechnoloog. Algo is met cum laude afgestudeerd van de Universiteit van Havana. Verder is hij de medeoprichter van de Latijns-Amerikaanse studentenorganisatie en de Alba Alimentos. Algo is tevens part-time docent op de Faculteit der Technologische Wetenschappen en het Instituut voor Opleiding van Leraren. Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft hij door de jaren heen de volgende functies mogen bekleden. Hoofdvoorlichting Regio Midden, beleidsadviseur, onderdirecteur Landbouw en van 2014 tot en met april 2018 is hij de minister van LVV geweest. Kijkers, Suresh Algo. Welkom meneer Algo en meneer Lank. Om te beginnen bij het begin, welke visserijsoorten kennen we binnen de visserijsector? Nou, binnen de visserijsector in Suriname hebben wij allereerst de bevolkingsvisserij, BV-vergunning, wat men zegt wat door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt verstrekt. Daarna heb je dan kustvisserij. Daarna komt dan die trawlers, dus visserijsector. Dus visvangst via trawler, garnalenvangst via trawler. Daarna heb je ook de seabob binnen de Surinaamse visserijsector. Tuna, die heel veel potentie ook heeft. Valt allemaal onder trawler? Het valt alles onder trawler. Maar wat ook de mogelijkheden zijn voor Suriname nog, wat nog open staat, is van de midwater sea trawler. Dat is vanaf 70 meter of vanaf 70 meter diepte kan men ook gaan vissen. En daarvan wordt nog steeds geen gebruik gemaakt in Suriname. En daarnaast moet Suriname ook lid worden van de tuna, internationaal. Zodat wij in plaats van die 30, 40 boten kunnen gaan naar 200 zelf. 250 boten wat ingezet kan worden. Dat is gewoon een globaal van de verschillende soorten eigenlijk visserij. Gewoon BV, SK en de trawler. Oké, meneer Lank, meneer Algo heeft aangegeven welke visserijsoorten er zijn in het bedrijf Seal. Binnen welke zijn jullie actief? Trawler. We zijn actief in de, met name in de garnalen. En tegenwoordig proberen we ook vis, alhoewel we dat nog niet hebben geactiveerd. Mm-hmm. Maar we zijn actief in de garnalen. Business, kan je zeggen. Oké. En als we kijken naar de zeevisserij, wordt ook wel de industriële visserij genoemd. Is het zo dat buitenlandse bedrijven daar meer investeren doordat de sector kapitaalintensief is? Nou, ik denk dat het is goed om vanaf het begin aan te geven dat het meestal bedrijven zijn die
gestoeld zijn op de Surinaamse wetgeving. Wat je hebt is dat inderdaad de meeste bedrijven om te kunnen exporteren, heb je vaak een buitenlandse partner. In hoeverre de balans meer naar buitenland, dat is des bedrijf. Maar heel belangrijk, denk ik, is dat het zijn bedrijven, gebaseerd op de Surinaamse wetgeving. En ja, je kan stellen dat wanneer het gaat om de vangst zelf, dus van de zee naar je haven, de aanlevering, daar zijn er inderdaad meer buitenlanders, omdat heel eerlijk de Surinamers tot op dit moment niet zo gemotiveerd zijn om op zee te gaan en te vangen. En ik denk dat wij middels beleid dat nou ook gaan moeten veranderen. Nou. Dat van de buitenlanders, dus vaak wordt eigenlijk zo naar buiten gebracht van het zijn buitenlanders. Maar elk bedrijf die in Suriname opereert moet geregistreerd zijn bij Kamer van Koophandel, alles. En wanneer mensen willen investeren, kijk, als land moet je deuren altijd open houden. Ja. Waarom? Tegenwoordig kan je niet zeggen van we gaan alleen binnenshuis doen. Je moet ook buitenlandse bedrijven hebben in je land. Natuurlijk moeten ze opereren volgens de wet en regelgeving van je land. Waarom? Je moet in joint venture ook gaan werken. Dat is eigenlijk de toekomst. Je moet met joint venture werken. Waarom? Zodat je betere markten kunnen ook aanboren. Ander iets is, we moeten onze jongeren motiveren, bijscholen, dat een sector wat nog open staat voor onze Surinamers, voor onze jongeren, is de visserijsector, dat men niet alleen in de verwerking zit, maar ook kunnen gaan vissen zelf. Je hoort vaak van, ja, de buitenlanders gaan vissen. Waarom? Omdat de Surinamers niet gaan. Maar ze moeten getraind worden, bijgeschoold worden, dat daar ook een middel van bestaan is. Als je kijkt richting de SK bijvoorbeeld. Als je nagaat van 300 vergunningen, elk boot gemiddeld 4 mensen. 300 maal 4 is 1200 arbeidsplaatsen zou voor Surinamers zijn. Voor die trawlers, wanneer je kijkt, op een trawler zitten 8, 10, zelfs 12 mensen. Afhankelijk van de grootte, noem maar op. Maar dan zie je van, het zijn of Guyanese, of Venezolanen, of zelfs van Japan. Zijn die mensen daar, Thailand, zijn die mensen bezig. Wanneer we kijken van onze redsnappers, die worden aangevoerd, het wordt verwerkt, geëxporteerd. Maar de meeste boten, en dit is iets van voor 1975 begonnen, hè? Dat de Venezolanen hier gingen vissen en na de onafhankelijkheid is aangekaart dat ze een redsnapper in Suriname moeten aanleveren. Maar het zijn die Venezolanen, terwijl het nog steeds open staat voor Surinamers, die daar ook heel wat kunnen verdienen. En als je nagaat van wat een kilo redsnapper kost, natuurlijk zijn er ook kosten, maar onze Surinamers, onze jongeren moeten in die sector ook gaan. En je creëert dan arbeidsplaatsen. In plaats van dat die mensen, als je nagaat, alleen hun salaris wat ze verdienen. 1200, 1300 mensen. En dat onze Surinamers zouden verdienen, betekent dat je meer inkomsten krijgt alvast. Maar daarnaast ook die ervaring en cultuur van visserij. Let wel, dat zijn belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden. Op het moment dat je een sector wil ontwikkelen, moet je een cultuur hebben daarvan. En op het moment dat het verwatert, in de toekomst zijn je dan problemen krijgen. Vandaar dat we zeggen van onze jongeren moeten bijgeschoold worden, meer wat betreft van de voorlichting, zodat ze meer actiever worden in onze visserij en verwijzen naar het vangen van vissen. U sprak net over de inkomsten. Dan gaan we bij de volgende vraag eigenlijk ook een beetje op het economisch vlak. Welke bijdrage levert de visserijsector aan de staatskas? Nou, direct kan je niet zeggen van hoeveel we weten van de totale sector. Omdat, kijk, wanneer je een sector hebt, niet alles gaat bij de staat direct. Het gaat bij de gemeenschap, de mensen die werken. Belasting, via belasting wordt afgedragen. En door de analyse, en dat kan ik aangeven, vorig jaar, 2017, hadden we die analyse gemaakt dat vanuit de visserijsector om en bij $43 miljoen eigenlijk verdiend is door Suriname. En dan verwijs ik naar de staat, Surinamers, direct en indirect. Eigenlijk kan je zelf verder gaan.
Als we zeggen de bijdrage, dan zijn dat de cijfers op dit moment. Ja. Maar cijfers kan je altijd verbeteren. Het gaat erom, wat willen we met onze agrarische sector? Waar willen we naartoe? Met name de visserijsector. Ik zeg, of althans bij ons, SEAL, ja, leeft de gedachte, we werken eraan om te zorgen dat wij verder gaan in de value chain. Wat we nu hebben in Suriname is dat iedereen is bezig. Je hebt de aanlevering, verwerking en export. Maar we blijven op het niveau van grondstoffenleverancier. We gaan allemaal naar het buitenland of vaak zien we ook middels documentaire hoe men verder gaat in hun ontwikkeling in de sector. Waar is die ontwikkeling gebleven in Suriname? We blijven grondstoffenleverancier. Kijk maar naar containers die weggaan. We blijven op het niveau van grondstoffen. Alleen ruw materiaal verwerk, quick frozen, block frozen. En het gaat naar het buitenland voor verdere verwerking. Ik denk dat we nu wel op het punt. En als samenleving, mag de samenleving dat van ons eisen dat wij ook verder kunnen gaan. En als je verder gaat, betekent het ook meer werkgelegenheid en meer geld voor het land om ze te doen. Want dan blijven de deviezen ook hier. Je product dat nu $2 waard is, is middels, als je verder gaat in de value chain, we denken aan pre-cook, et cetera, is het product dat je nu gaat verkopen meer waard. Ik weet ook dat de uitdaging is om op, want je komt dan op een andere markt. Want die man in het buitenland wil een ruw product van je hebben, zodat hij verder kan gaan. Maar als je in een andere markt terechtkomt, daar is de uitdaging. Kan je komen. Je gaat naar een andere partner waarschijnlijk moeten zoeken om te kijken. Of met dezelfde partner van, luister, ik krijg de druk vanuit mijn samenleving, vanuit de regering. Hoe kunnen we daar verder gaan? En ik denk dat als we dat kunnen bewerkstelligen, dan is dezelfde industrie die nu, laat zeggen, mijn of minus 43 miljoen waard is, voor hetzelfde 3-4 maal meer waard. Dat is het. Dat is wat op tafel ligt. Verder ook aanvullen, als u kijkt richting tuna. Ja. Vandaag op de dag wordt over het algemeen gevangen, gefileerd, het wordt geëxporteerd. Maar als je zegt van we gaan het hier inblikken, dan ziet u 1, importvervanging, 2, je krijgt een betere prijs. Om idee te geven, gelijk hoe je het vandaag op de dag gaat exporteren, en als je gaat inblikken, zeker stijgt het in 7 maal. 7 maal. Hetzelfde met de CBOP. Je exporteert de CBOP, maar het is gecertificeerd. Dat betekent dat we alvast een $0.60 per kilo extra krijgen, omdat het gecertificeerd is. Maar wanneer je zegt van die pre-cook, waarom citeer ik dit nu? Surinamers houden om voorbeeld aan te kaarten van Nederland. Wanneer je in Nederland aankomt en je ziet een beetje CBOP met wat rijst en wat spinazie daar, kost het gelijk makkelijk een €6. Ja. En als je die analyse maakt van hoeveel garnalen daarin zit, uiteindelijk als je op kilobasis gaat uitrekenen, zie je zeker dat het 13 maal hoger is. Waarom moeten wij dan gewoon precies zo blijven doorgaan? Ja. Maar verder nog, wij in Suriname kennen gewoon blokvissen en vriezen, noem maar op. Maar bijvoorbeeld huid van vis wordt ook gebruikt voor de medicijnen. In de medische sector kan je heel veel doen daarmee. Vooral bij bepaalde van die vissoorten, de huid daarvan, genezen van brandwonden, noem maar op. Extractie van oliën. Maar niet alleen dat, die afval kan je dan vismeel maken, produceren. Waarom moet je gaan importeren? Je moet kijken van importvervanging, op 2 sporen moet je werken altijd. Importvervanging, maar tegelijkertijd een product wat je kan exporteren en meer waarde toevoegt in een andere keten. Juist. De visserijsector. We hebben een paar maanden terug een aantal perikelen gehad op de op zee. Wat zijn de specifieke uitdagingen die deze sector kent? Malamo. Allemaal u dat heeft aangehaald. Laat me direct aangeven wat. De perikelen, daar waren wel vissers bij betrokken, maar die had een andere grondslag.
Dan krijg je weer dat gedeelte natuurlijk van... bij de aanlevering hebben we veel buitenlanders. En het moet me wel van het hart om te zeggen dat de grondslag van, van het conflict... Mm-hmm. in ons buurland Guyana begonnen is. En het heeft zich gemanifesteerd in onze wateren. Ja. Waardoor wij als Suriname er ook bij betrokken is. Dus kortom, de gevolgen denk ik dat... heeft niet echt, als ik er zo naar kijk. Laat me overigens misschien een sideline pakken. Ik wilde ook aangeven dat als bedrijf Seal, wij zijn meer in de, op dit moment, tot nu toe in de garnalen. Je kan zeggen, dat doen wij. Wij zijn meer van de garnalenzijde. Ja. Dus vis is een bycatch voor ons, een niet direct. Is weliswaar een nieuwe productielijn die we aan het ontwikkelen zijn. Dus we zijn natuurlijk genoodzaakt als bedrijf er naar te kijken. In Suriname heb je de bekende red snapper, et cetera. Dus ja. Wij kijken er ook naar. En het laat je niet onberoerd als bedrijf, als staatsbedrijf meer in het bijzonder, mm-hmm. om te zeggen van wat gebeurt er daar. Dus de gevolgen die zien we. Langzaamaan denk ik dat de mensen weer... in een comfortzone zijn. Vanuit de regering zijn er een x-aantal beleidsmaatregelen genomen. Met name de marine die is permanent nu op zee, waardoor een veiligheidsgevoel, want daar gaat het om. Ja. Wanneer je werkt moet je een bepaalde comfortzone kunnen aanbieden, een bepaalde comfort kunnen hebben dat inderdaad de perikelen die ons eigenlijk met de feiten, je wordt geconfronteerd met de feiten van hey, dit kan ook gebeuren in onze wateren. We hebben dit nooit zo gekend. Ja. En ik denk dat wij er allemaal lessen learn, kan je zeggen. Ik aanvullend jaren terug. En dan verwijs ik zeker 2000 tot 2017. Zo. Het was heel moeilijk voor onze Surinaamse vissers. Tussen Kopaname en Nikiri rivier te vissen. Omdat het vaak zo was dat door illegale vissers eigenlijk daar het hele terrein, het hele gebied was geoccupeerd. Samen met het ministerie van Defensie en ook met justitie en politie hebben we toen der tijd, en toen was ik nog minister, opgetreden vanaf Kopaname punt tot Nikiri rivier. En dan kunnen de vissers weer terug. Het zou ook plaatsvinden vanaf Kopaname tot Marowena. En dat was nog een proces toen dit heeft plaatsgevonden. Let wel, dit heeft niet te maken met visvergunning, hoe het wordt uitgelegd aan de mensen. Het heeft te maken met welke mensen zitten op de boten. Wie zijn de mensen? En daarom heb ik in het begin aangekaart de SK-boten, kustvisserij. Over het algemeen zijn er Guyanese daar op die boten. Het zijn Surinaamse vergunningen, de Surinamers hebben die vergunning. Maar het zijn de Guyanese die op de boten over het algemeen daar zitten. Wat gedaan moet worden nu, is van elk persoon, het moet geschend worden. Wie zijn de mensen? Ja. Waarmee ook we al bezig waren, ik denk dat het afgerond moet worden, zeker de huidige minister gaat afronden, dat bij vertrek en aankomst die mensen moeten aanmelden. Wie zijn de mensen op de boot die vertrokken zijn? En wie zijn de mensen die terugkomen? En het is niet gewoon van je zegt van Jan Piet Klaas, nee, volgens de nummer en het moet geregistreerd worden hier ook. Bij justitie en politie, of LVV, zodat men precies weet wie die mensen zijn. Ja. Want wist men van wat voor figuren ook op die boten zaten? Ja. Daarnaast ook wat gedaan moet worden, zijn de illegale boten. De illegale boten die in onze water opereren. En het zijn geen weinig. Ik heb wel begrepen dat nu door de activiteiten van het ministerie van Defensie, ja. vooral... dat een beetje verminderd is. Ik zeg niet van waar die illegale boten komen, van welk land. Mm-hmm.
Maar natuurlijk kan men een conclusie zelf geven over van waar de boten kunnen komen. Ja. Maar belangrijk is, wie zijn de mensen? Dat moet, het overzicht moet komen. Het is niet dat je zegt van, oké, die mensen zijn er, dus we registreren allemaal. Nee, er moet een samenwerking komen met Guyana van, kijk, we hebben deze mensen. Komen ze misschien, let wel, misschien op hun lijst dat ze eventueel tot de criminelen behoren of niet? Ja. Begrijpt u? Dan weet je van, hé, wie die mensen zijn die opereren in je wateren. Misschien een aansluitend hoor. Ja. Dus in het Surinaam zegt men wel eens, wa ogre chawambo. Ik denk dat het moment, we hebben de situatie gehad toen een dieptepunt voor ons als land. Yes. Voor de visserijsector in zijn algemeenheid zeker ook. Maar daar is dan het moment ook om direct aan te geven van, laten we de zaak gaan ordenen. Als Suriname moeten we onze visgronden beter gaan beschermen, bewaken. Dat betekent, het ministerie is focal point om te zorgen dat alle stakeholders, iedereen die enig belang heeft in de sector, om aan tafel te zeggen van hoe gaan we dan die ordening doen. Ik denk dat voor het ministerie, voor het Suriname, de regering, heeft behoefte om meer te verdienen uit die visserijsector. Op dit moment is het deels bij export en een exportvergunning. De regering verdient nergens meer. En er zijn natuurlijk wat voorstellen die ook aan de regering zijn gegeven. Maar het is een stukje beleid dat je erop zal moeten loslaan. En natuurlijk wetgeving. Wat zijn de zaken die we moeten doen? Inkomsten van de regering bestaan alleen uit belastingen en retributies. En ik denk dat als Surinamer, we zitten in een moeilijke situatie. En een van de manieren, een van de modellen om inderdaad meer te verdienen is uit de visserijsector. En dat kan met heel simpele adjustment die je zou moeten maken. Dus laten we dieptepunt, het zal gebeuren, we gaan er beleid op maken, het mag nooit meer gebeuren. Maar laten we dan direct ook alle beleidsmaatregelen die we kunnen gebruiken, maar dat kan je alleen maar doen als het gezamenlijk komt. Ik dacht dat de president in deze een voorstel had gedaan om een soort seminar te houden, een soort fair van iedereen met zijn idee bij elkaar komen. En het zal liggen aan het ministerie om daar natuurlijk als focal point, om daar richting aan te geven. En als je mij vraagt, liever gisteren dan vandaag. Dus die potentie zit wel in die visserijsector? Heel veel potentie. Heel veel potentie. Een ander vissoort, denk ik, aquacultuur. In hoeverre doet Suriname aquacultuur en hebben we wel enigszins beleid daarop? Nou, aquacultuur in Suriname, er wordt op dit moment toch wel aan bepaalde vissoorten zeker gedaan. Wanneer we kijken naar de tambaki, dat is vooral veel gebruikt, of wordt heel veel gebruikt in Brazilië. Maar ook in andere landen wordt het geëxporteerd en is ruw gezegd een vegetariër. Dus met fruit, met die podocyri, met slijpmiddel, et cetera, kan je toch wel een redelijke groei krijgen daarvan. Maar waarom de aquacultuur niet zodanig is ontwikkeld in Suriname? Omdat wij hier in Suriname visvoer importeren. Er wordt niet geproduceerd. En op het moment dat je visvoer importeert en je zegt van je gaat het hier dan kweken en weer exporteren. Simpelweg, je gaat het importeren vanuit Amerika, VSA. Die kosten zitten tussen 60% en 70% in je productie. Ja. Maar daarna, wanneer het al groot is, moet je weer exporteren naar VSA. Dan moet je nagaan, dan moet je gaan concurreren met de mensen vandaar die ook aan aquacultuur doen. Ja. Vandaar dat het niet zo goed draait op dit moment. Waarna gewerkt moet worden, wat zijn de lokale stoffen? Wat zijn de lokale materialen die je kan gebruiken voor kwalitatief goed voer? Een van de hoofdbestanddelen is eiwit. Vaak hoor je van die soja. Maar hoeveel produceert soja en eiwit?
Je moet kijken naar wat het land heeft. Rekening houden met weersgesteldheid, klimaat, alles. Ja. En we weten dat we verschillende plaatsen hebben waar het laag is, zwampachtig is. Lemna, dukwiet, die groeit geweldig in Suriname. Je kan op 1 hectare 100 ton aan eiwit eruit halen als je dat gaat kweken. Dus met ICA moet dit verder uitgewerkt worden, omdat bijvoorbeeld in Guatemala en Honduras zijn we aan bezig om dat te kweken, zodat die dukwiet verwerkt wordt en eiwit wordt verwerkt in de voer. Hoef je niet te gaan importeren of een gewas gaan telen waarbij je weer inputs nodig hebt vanuit het buitenland. Ja. Je moet kijken wat je kan vervangen, import, maar wat je lokaal makkelijk kan kweken of telen. En de klimaat, de weersomstandigheden ook goed zijn daarvoor. En als we weten dat dat gewoon overal groeit, dan moet dat verder uitgewerkt worden. De Lemna gaat de toekomst zijn om een van de bestanddelen, in dit geval eiwit, omdat in andere landen Lemna wordt verwerkt ook voor menselijke consumptie. Maar vooral voor de voer en ook voor dierlijke productie. Dus dan verwijs ik naar melkvee, noem maar op, voor kip. Begrijpt u? Ja. Want je hoort van het wordt geïmporteerd, het is duur. Dus je moet gaan kijken van wat kan je zelf doen dat kosten verlaagt, dat je niet hoeft te importeren en dat je tegen lage prijzen, kostprijs kan produceren. Dan kan je concurreren. Vandaar dat om die 60-70% kosten die zit voor import van dingen, voer. Vandaar dat het niet zo goed is ontwikkeld en dan verwijzen die tambaki is een vegetariër en hier heb je slijpmiddel, noem maar op. Dus dan gaat dat wel tot nu toe heel goed. Laat me misschien een toevoeging plegen. Mm-hmm. Een beetje concreet. Seal stond jaren bekend om zijn marine garnalen, dat zijn die grote garnalen. Vandaag aan de dag zijn we niet meer in de business als zodanig. We hadden toptijden van Seal, als ik de historie snel even revue laat passeren. Ja. 70 trawlers, om je een beeld te geven. Waarom zijn we er niet meer door de opkomst van aquacultuur? En Seal heeft ook in het verleden samen met een partner, toen Comas, geprobeerd aquacultuur op te starten. Mm-hmm. Niet gelukt. Waarom? Hetzelfde verhaal, visvoer, dat je zou moeten importeren. Omdat men niet de hele chain heeft gedaan. Je zou het dus hier moeten maken om te kunnen competen. Om je een voorbeeld nu te geven. Als ik zou moeten gaan vangen marine garnalen, dat is een trip van 55 dagen om je een beeld te geven. Hè? 55 dagen ben je op zee. Wat is de brandstofprijs nu? Men had toen uitgerekend dat wil je break-even draaien, dan zou een liter brandstof, diesel, zou je rond de $40 zijn moeten komen. Nu zit hij rond de $71. Dat is alvast een component dat maakt dat de prijs omhoog gaat. Als je nu op de markt zit je rond $7. Als ik zou moeten met een huidige brandstofprijs en alles. Een minimale marge voor winst, want je werkt niet voor je straf. Ja. Dan zit je rond de $15-$16. Dus om je al aan te geven dat je kan niet concurreren. Mm-hmm. En we kunnen allerlei theorieën ontwikkelen. We gaan die hele value chain, we gaan die hele chain van aanlevering, verwerking en export moeten bekijken en zeggen wat gaan we uiteindelijk doen. Dus vandaar dat vandaag aan de dag Seal niet meer in die welbekende, waar Seal zo onbekend stond, de marine garnalen. Daar zitten we niet meer in. Wat Seal in leven heeft gehouden tot nu toe, zijn de seabob. De seabob. In 1998 is men daarmee begonnen. En vandaag aan de dag heeft ons dat nog zuurstof en ademruimte. Vandaar dat we ook 2015 hadden we een nog grotere dip. We waren onze exportlicentie kwijt. Maar sinds zei we hebben het verval kunnen stuiten. En nu zitten we in de weg opwaarts, zou ik kunnen zeggen. Als je het mooier wil doen. Maar we zijn in elk geval
we zijn niet verder gevallen. En ik vond het wel belangrijk vandaag dat zo aan te geven. Omdat in eerdere interviews men waarschijnlijk een ander beeld kreeg. Maar dit is het verhaal van Seel. Zo'n beetje ook om die ontwikkeling in de sector. En dat komt omdat als je die internationale trend niet volgt, je bijna binnen één dag outdated bent. En op bepaalde momenten heeft Seel dat niet gedaan. Maar goed, we zitten nu in een andere situatie. Het gaat erom dat je wat doet aan risicovermijding, vandaar vis heel belangrijk is. Daarom, dat is één kant van de zaak. Maar de andere zijde is natuurlijk, wat zijn de beleidsmaatregelen die genomen worden en waar kunnen wij natuurlijk. En wat we vaak doen in deze sector, is dat iedereen, is net als een wedstrijd, atletiek, iedereen probeert te rennen. Maar we vergeten dat de concurrentie niet hier zit, maar in het buitenland. Dus vanuit deze plek doe ik ook de oproep aan de sector om meer met elkaar samen te werken. En het niet alleen zeggen en mooi doen wanneer we elkaar zien, maar daadwerkelijk proberen samen te werken en te kijken wat we samen kunnen doen. Dat is een deel van het verhaal. U heeft het gehoord van meneer Lang. We hebben voor de kijkers wat beeldmateriaal verzameld van de visserijsector en daar gaan we nu samen naar kijken. Als we kijken naar het milieuaspect bij de activiteiten in deze sector, in welke mate wordt er rekening gehouden met het milieu? Dat is een mooie vraag. Maar laat me u ook hier ook een praktisch voorbeeld aan geven. Mm-hmm. Je moet altijd een beetje praktisch maken, zodat mensen direct weten waar we naartoe gaan. Dat is de bedoeling. Stel, minister X. Mekari X, sorry. Hè. Stel dat we gemiddeld per dag 5 ton vis, dus alle 16, 18 bedrijven in Suriname, die doen gemiddeld per dag 5 ton vis. We hebben 1 ton afval om en bij. Om en bij. Om en om en ons. Yep. Dat betekent in een maand 30 ton afval. Op dit moment wordt die gewoon geloosd in de Suriname rivier, in de Marowijne rivier, in de Kamowijne rivier. Dat kan in tijd wel een ecologische ramp veroorzaken. Dus het is nu wel zaak dat we daar serieus naar kijken. Zie daar weer vanuit het ministerie, ook vanuit de bedrijven. Want altijd kijken we naar de minister of het ministerie. De overheid om beleid te doen. We kunnen dat ook doen. Je hebt wel een nadeel als iemand het begint te doen en hij zou dus visafval van of garnalenafval van de andere bedrijven moeten krijgen, dan wil men het ineens voor je verkopen. Dus nu dumpt men het, maar daarna wil men het verkopen. Dus zo zijn we eenmaal zogeheten business opportunity, maar tot op dit moment doe je er niks mee. Dus dat is de situatie nu. En ik denk dat we liever gisteren dan vandaag daar natuurlijk een antwoord op moeten zien te vinden. Kijk, ook ten aanzien daarvan van milieuaspecten. Eén is tijdens verwerking. Maar tweede is tijdens het vissen zelf. Ja. Wat gebeurt er daar? Mm-hmm. Met de trawler bijvoorbeeld, wat je ziet, wat gedaan wordt op de bodem, heeft te maken met directe invloed op andere levende organismen ook. Dus het is een hele, eigenlijk,
de activiteiten die ontplooit worden, heeft een directe invloed op andere dieren en diersoorten, of vissoorten, of planten wat voorkomen. De manier hoe het wordt gevist, je ziet de hele bodem, hè? Sleep je mee. Wat gebeurt er? De stofdeeltjes komen in het water. En dan krijg je ook dan die andere vissoorten, die kleine vissen vooral, die krijgen dan problemen. Het hele milieu. Dus dan verwijs ik naar het watergedeelte, wat gaande is. En dat heeft wel effect, negatief effect. Vandaar dat een van de voorstellen is geweest, als je een vergelijking maakt van 1974, waar Suriname 268 trawlers had. 268 trawlers. En vandaag op de dag, als ik me niet vergis, zit het op iets van 38, 40 trawlers. Het is een behoorlijke drop. Het is gedropt, maar het is niet zomaar gedropt. Juist is de bedoeling om dat eigenlijk in de toekomst te elimineren. Maar je moet kijken van wat voor systeem heb je om te kunnen... Maar tegelijkertijd, het is niet alleen dat onze visserijsector wat betreft van die trawler ook slecht is. Vergeleken met de wereld, dit vergeet men vaak, dat wij eerste staan in de wereld als beste wat betreft van TED, Turtle Excluded Device. Dat betekent dat een systeem is ontworpen. Dat tijdens vissen bijvoorbeeld... Die turtles, die schildpadden, die daar binnenkomen, ze hebben een systeem dat ze eruit kunnen. En Suriname is het enige land op aarde die 100% heeft gehaald. En dan zie je dat daarover mensen niet praten. Men praat vaak over de negatieve, maar het positieve is dat het gelukt is in Suriname om dat te halen. Het is ook gelukt om duurzame CPAP te gaan doen. Het is, Suriname is een van de weinige landen, geloof ik, eerste land op aarde ook geweest. Australië is het eerste. En Suriname dan tweede. Dat wij onze CPAP hebben kunnen certificeren. Dat betekent dat we op een manier bezig zijn echt naar duurzame visserij. Rekening houden met milieuaspecten. Wat wel het geval is, dat gedeelte van tijdens verwerking, afval wat we noemen... Dat is geld uiteindelijk. Je kan het verwerken. Er moet een coördinatiesysteem komen. Dat een bedrijf wordt opgezet, noem maar op. Dat het verwerkt tot vismeel. Je kan olie eruit halen. Er zijn verschillende producten die je kan eruit halen. Dat men dat moet gaan doen. Begrijpt u? En dan zie ik wel dat het steeds beter en beter wordt. Oké. Als we moeten kijken naar wet- en regelgeving in de visserijsector. Hoe staat Suriname ervoor? Wanneer zijn we goed op weg? Wanneer je vergelijkt onze wet en regelgeving van visserij. Ja. Vergelijken omdat Suriname lid is van CARICOM. Mm-hmm. En het is wel goed dat we dit uitleggen. Wanneer vergelijkt met de visserijsector van het Caribisch gebied. En de wetgeving van Suriname. We staan een van de sterkste. En dat weten velen niet in Suriname. Waarmee bijvoorbeeld vorig jaar... november, CARICOM nog bezig was om te kijken van hoe ze de wetgeving, de controlesysteem gaan regelen. Hebben wij al lang in Suriname goedgekeurd en het wordt toegepast in Suriname? De wetgeving? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Als je kijkt bijvoorbeeld Guyana, is er een limiet daar aan visvergunningen? Alles is open, alles is 1000, 2000, chago. Terwijl in Suriname alles op gebaseerd is. En ik zeg ook, de wet en regelgeving die we vandaag op de dag hebben, moeten weer nagekeken worden. Zodat wat bepaalde dingen weer kunnen veranderen. Omdat nu, ja, nationale je moet, trend. Dat klopt. Je moet blijven volgen wat de wereld de vereisten zijn. Elke dag veranderen dingen. En dan moet je dat ook opnemen, zodat je meelift. En vooral je marktaccess. Toegang tot de markt. Wanneer je niet voldoet aan de standaarden, krijg je problemen. Waarom kunnen onze vissen, wanneer het verwerkt is, overal terecht? Europa, VS, noem maar op. Omdat in Suriname de standaarden wel wordt gevolgd. Wat betreft van kwaliteit. Er zijn verschillende trainingen voor zorg. Kwaliteitsmanagers zijn opgeleid in Suriname. En die zorgen ervoor dat men strikt daaraan houdt. Vandaar dat wij op de Europese markt ook terecht zijn. Vele landen kunnen dat niet.
Het heeft puur te maken met de wet en regelgeving. Dus het is wel aantrekkelijk voor buitenlanders? Natuurlijk, en ook voor onze Surinamers vooral. Je moet kijken van wat onze Surinamers kunnen doen daaraan. Ja. Ik denk dat het ook altijd aantrekkelijk zal zijn voor ons, voor buitenlanders. Omdat op de wereldmarkt is er een domein, daar is vraag naar. Mm-hmm. Wat wij moeten doen is, be smart. We leren, maar wat zijn de acties die je dan onderneemt? Ik bedoel, vandaar het idee van laten we richting value adding gaan. Kom niet zomaar uit de lucht vallen. Wat ga je doen? Want we kunnen niet steeds meer en meer en meer en meer gaan vangen, et cetera. Om te voldoen aan de demand aan de andere kant. Want het wordt steeds groter. Ja. Dan mogen we wel mooi zijn als bedrijf. Heb je winst gemaakt, je hebt profit gemaakt. Maar je morale kompas zegt ook aan jou, als we zo door blijven gaan, over 10, 15 jaar, dan zijn onze visgronden leeg. Het is al in andere landen gebeurd. Het hoeft toch niet in Suriname te gebeuren. Hoe gaan we op een sustainable manier verder? En op dit moment de enige manier dat is als we gaan naar value adding. Wanneer, als we bijvoorbeeld moeten fileren, dan gebruik je 30-40% van die vis. De rest wordt weggedaan. Kop, staart, midden, whatever. Maar wat doen we dan verder daarmee? Er moet toch wat zijn dat we ermee kunnen doen. Waarom dumpen we hem gewoon in de rivier? Dus precies daar komt dat stukje van, we moeten verder gaan. We moeten iets meer ermee gaan doen. Want die aanlevering is geweest met alle risico's en moeite. Aanlevering, je proces op een bepaalde wijze, of het nou fileren is, of het heel, of is wat. Is wat de buyer wil hebben. Hij geeft je aan, ik wil hem op zo'n manier hebben. Ja. Maar wij moeten gaan en denken van, wat doen we dan verder daarmee? Wanneer je er steeds meer mee wil doen, dan is die domein er niet voor jou om meer en meer en meer. Daarom met wel geven, ik vind het allemaal leuk, je wil meer hebben. Maar, en je gaat ook moeten kijken naar wat je in het buitenland vaak ziet. Closing seasons. Dat is nog redelijk goed. Er zullen wel meer mensen komen, want als er geld te maken is ergens, is net vliegen die afgaan op honing. Dus er gaan steeds meer mensen komen. En in principe kan je mensen niet beletten. Akkoord. Maar wat zijn wel als regering, focal point ministerie, moet je wel de zaak gaan begeleiden en zeggen van oké, ja, aan deze voorwaarden moet je wel voldoen. Want op tot dit moment zijn het wel de buyers, de buitenlanders, de mensen die waar je naartoe, die maken dan de grotere winsten. En er is niks mis mee om te zeggen dat we meer van die grote pot aan deze kant willen hebben. Ik bedoel, van als land is dit dat wij willen hebben. Ik bedoel, dat kan toch geen probleem zijn. Dus je moraal kan pas zeggen, oké, is leuk om meer profit te maken, maar is het zo dat in het maken van meer profit wij uiteindelijk geen visgronden meer zullen hebben? Want dan is die hele sector waarvan iedereen afhankelijk is, wat van grotere betekenis voor het land kan zijn, er niet meer. En ik denk, blijf erbij, dat wij moeten kijken hoe we op een sustainable manier verder gaan. En dan zullen wetgeving. En mensen zullen het niet leuk vinden, vaak, maar maak een goed kader waar alle partijen. En het is altijd goed om van alle partijen te horen. Ja. Wat moet je leveren aan jouw buyer in het buitenland op jaarbasis? Laten we wat meer transparantie zien, zodat we de beweging. Als we betrouwbare data hebben, kan de regering ook beter beleid maken. Maar als iedereen het voor zichzelf houdt, ja, dan komt de gewenste ontwikkeling. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Wat is de gewenste ontwikkeling die we willen in de visserijsector? Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de wetgeving, ja. Het aantal dagen mensen mogen vissen. We hebben een trawler, dus binnen 220 dagen. In een jaar mogen ze vissen. Dat is volgens de vergunningsvoorwaarden? Ja, dat okay. Is in Suriname. Dus als je vergunning hebt, betekent niet dat je 365 dagen mag vissen. Mm-hmm. Je moet binnen blijven. Binnen de CBOP is er ook een regeling, die trigger point. Het wordt berekend van hoeveel dagen was de boot daar, hoeveel hebben ze gevangen. En op basis daarvan wordt het berekend.
En dan weet men precies hoe de populatie eruit ziet. En als het een bepaald getal lager dan 6 wordt, zeg maar van die boten mogen niet uitvaren. Ja. Punt. En dat wordt gehanteerd in Suriname. Okay. Misschien een idee voor de andere sector. Ja, en ik denk dat wat betreft van de visserijwet en regelgeving, dat ook deels gebruikt kan worden voor binnen veeteelt, binnen landbouwsector in de toekomst, ook bepaalde van die dingen. Want voor landbouw zijn er geen vragen, maar er zijn een aantal dingen die je ook daar zou kunnen toepassen. Ja. Bij wat modificaties. Maar het is gewoonweg strak optreden. Kijk, wanneer die mensen niet houden aan de regels, dan zeg je van oké, die boten worden aangemerkt, gewoon aangehouden. En je kan boeten, of je kan een boete krijgen. Plus nog, je vergunning komt in gevaar. Dus je moet daaraan houden van je mag niet 365 dagen blijven vissen. Om daarop even in te gaan, er is dus wel een controlemechanisme. Er is, ja. Via de vessel, de trawlers vessel, heb je de vessel monitoring VMS. System. VMS wordt genoemd. Je hoort ook. Vessel monitoring system, wat we hebben gezegd van alle boten. SKBV van Tuna, noem maar, alles moet een vessel monitoring systeem hebben, zodat je vanuit een kamer alles ziet waar die boten zijn, waar, welke diepte, wat ze doen, hoeveel dagen ze zijn gedaan, hoe ze hebben welke richting hebben ze genomen om te varen. Je ziet alles. Okay. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat was al in de maak. En ik denk dat het geïmplementeerd is of het moet geïmplementeerd worden in die dagen. Oké. Okay. We zijn zo zoetjes aan naderen we het einde. We gaan dan afsluiten met de autoriteiten die aan te pas komen in de visserijsector. Welke autoriteiten? Want als we denken aan de visserijsector, is het eerste dat in onze mind komt, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Maar zijn er ook andere autoriteiten die komen bijkijken in de visserijsector? De belangrijkste, VKI, Keuringsinstituut. Oké. Okay. Ik denk dat iedereen die exporteert, of elk bedrijf, die moet wel de nodige documenten hebben. Ze hebben een x-aantal documenten. En dat is de belangrijkste autoriteit. Het ministerie natuurlijk, onder directoraat Visserij. Ja. Dat zijn de belangrijkste autoriteiten. Je hebt natuurlijk custom, de douane. Mas. In geval je buitenlandse mas is ook in. Ja. Normaal eigenlijk binnen de visserijsector, de directeur heeft aangekaart van de VKI, van de keuring, douane. Vooral MAS ook wat betreft van de boten. Maar daarnaast heeft ook een directe link met het ministerie van Arbeid. Het heeft te maken met personeel. Ja. Defensie, BUSA over kustwacht en justitie en politie. Heel wat stakeholders. Ja. En deze moeten zeker. En vandaar dat ook in de commissieleden zijn mensen van. En ook buitenlandse zaken. Hè? Omdat wij vooral bij de visserijovereenkomst met Venezuela, met de redsnappers ook dan buitenlandse zaken bij betrekken. Het heeft te maken met buiten Suriname. Ja. En op het moment dat het buiten Suriname iets plaatsvindt, dus met buitenlanders, moet je dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Opnemen. Dus in het team meestal zitten dan mensen vanuit BUSA, Defensie, Justitie en Politie, Arbeid. Zodat men ook weet van wat er gaande is en men op de hoogte is van de stand van zaken. En ook wat betreft de wet en regelgeving, wanneer er iets plaatsvindt, moet dan justitie kunnen optreden. Met die mooie woorden naderen we nu echt het einde van opinie. Ik stel u in de gelegenheid om dan kort een boodschap aan de samenleving te geven. Nou, ik denk, als ik het zo mag, heel kort. Ik denk dat de samenleving ervan af mag gaan dat wij inderdaad veel hebben geleerd. Er wordt natuurlijk actie van ons verwacht. Er moet ook actie komen. Ik denk als bedrijf, elk zichzelf respecterend bedrijf, wil zoveel mogelijk winst maken, wil goed draaien. Maar we zijn ook gehouden aan een stukje onze moraalkompas, zoals men dat zou zeggen. Om te zorgen dat we in elk geval middels ordening onze visserijgronden
beschermen, bewaken en zeker voor het nageslacht intact houden. Dus als we dat in ons achterhoofd hebben, tussen onze oren, dan denk ik dat wij kunnen kijken hoe wij inderdaad nu gezamenlijk dat stukje van value adding kunnen doen. Meer waarde geven aan het product. Waardoor we inderdaad met dezelfde energie, dezelfde inspanning, meer geld kunnen verdienen. En ik denk dat we precies op dat punt nu zitten. Ja, wanneer we kijken binnen onze visserijsector, dan biedt het heel veel mogelijkheden voor onze Surinamers. Als je kijkt naar de midwater trawler visserij, je kijkt naar de tuna, ik citeer een voorbeeld, 200 vergunning, nog available. Als je daarop rekent 10 mensen, betekent 2000 arbeidsplaatsen. Want tegelijkertijd inkomsten, maar wat zeker moet meegenomen worden, de value added. De verdere verwerking in Suriname. En het zijn lokale mensen, Surinamers, die willen vaak hoor je van waar kan ik investeren, waar ik kan investeren. In de visserijsector, in de value adding, verder ketenontwikkeling, is er nog heel veel markt, heel veel toekomst. Onze Surinamers, in plaats van dat men probeert geld in het buitenland hier te gaan investeren of te gaan beleggen, noem maar op, dat men hier lokaal kan investeren in bepaalde sectoren waar het behoorlijk veel oplevert. Creëert werkgelegenheid, inkomsten voor Suriname, inkomsten voor de mensen zelf. Tegelijkertijd een branding wat je creëert als land, als Suriname. En dat je dat gaat exporteren betekent veel meer mogelijkheden. En dat je een cultuur creëert van verdere value adding. Dus voor onze Surinamers nog steeds heel veel mogelijkheden. Heel veel toekomst in onze visserijsector. Heren, mag ik u bedanken voor uw aanwezigheid in de studio. Graag gedaan. Kijkers, zoals u dat gehoord hebt van de heren, biedt de sector nog voldoende potentie. Ook aan de jongeren is een oproep gedaan dat ze zich gaan verdiepen in deze sector. Maar ook de investeerders, want er is nog voldoende ruimte om te investeren. Maar we moeten gaan kijken waar. Niet alleen het vissen is belangrijk, maar ook het verwerken tot eindproducten, want daar verdienen we ook mee. Ik hoop dat u weer wat hebt gehad aan deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag, de vrijdag en de zondagavond om 9 uur. En als u het alsnog wilt bekijken, dan kunt u dat altijd doen op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Mijn naam is Abigail Kemp. Ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Opinie.